morgens vroeg pak ik mijn scootmobiel. Ik neem wat te eten mee, wat te drinken. En ik ga weg. En als ik dan terugkom, dan heb ik zo'n beetje bijna 100 kilometer op zit. Dankzij de fotocamera gaat het goed met Koen Mulder, maar ook met zijn vrouw. 20 jaar geleden was dat heel anders, toen hij ineens afgekeurd thuis kwam te zitten. Dan zit je elkaar op de lip en dan ga je alles zien. En wat krijg je dan? Dat botst tegen elkaar, omdat je er normaal nooit bent. En dan op een gegeven moment zie je alles. Dus mijn vrouw zegt, ik heb liever dat je daar eens weggaat. Het past me veel beter. Het verhaal van Koen Mulder is een successtory waar de gemeente Almelo trots op is. Al 350 mensen zijn met een gift op de zogenoemde geluksroute gezet. De basisgedachte is dat wij mensen weer willen stimuleren om mee te doen aan de samenleving. Daar is de gemeente om begonnen. Dat heeft ook tot gevolg dat er geld wordt bespaard. En dat maakt het voor meer gemeenten interessant. Welzijnsorganisatie Arcon gaat die besparing onderzoeken. We gaan de komende 4 jaar gaan we onderzoeken. Wat is nou het effect van zo'n geluksroute op de deelnemers, op hun geestelijke gezondheid, op hun welbevinden, maar ook op hun zorgconsumptie. Voor Koen Mulder is zijn geluk met de gekregen camera niet in geld uit te drukken. Nooit voor die tijd één camera in de hand gehad en vanaf nu nou, gaat het niks anders als die camera. Dat is mijn vriend geworden. En sommige vrienden leiden weer tot nieuwe vrienden.